Die zijn minstens het drie dubbele waard. Wat doet zij hier? Mevrouw Hafkamp heeft interesse in het huis. Ah, ja, natuurlijk. Mijn excuses voor de ongemakkelijke situatie. Verlies is nooit prettig. Momentje. Het valt me nu pas op dat je tuin een stuk kleiner is dan ik dacht. Jij denkt echt dat je gewonnen hebt, hè? Je bent er nog steeds van overtuigd dat ik de eigenaar ben van Infilio. En dat ik je alles heb afgenomen. Beste Ludo, als jij dat denkt, dan betekent dat dus dat ik jou de baas ben geweest. Dat jij niet tegen me opgewassen bent. Ik beloof jou één ding. Hier kom je niet meer weg. Een cynicus zou zeggen dat me dat al gelukt is. Je vergist je, Martine. Dit is pas het begin. Nee, Ludo. Dit is het einde. Met die ontvoering van Dina heb ik niets te maken. Je bent knettergek. Wat jij hebt aangericht. Je hebt de grootste fout van je leven gemaakt. Blijf altijd goed over je schouder kijken, want er komt een dag dat je je veilig waant. En hang je. Je gaat alles verliezen wat je lief is. Zullen we boven beginnen? Het is niet helemaal wat ik zoek. Een prettige dag nog. Mevrouw Hafkamp? Eigenlijk valt best wel mee. De roosboom kan er wat van leren. Heb je nog wat over Nina gehoord? Ze praat nog steeds niet. Ze eet en ze drinkt niet en ze ligt aan het infuus. Vreselijk. Hoe is Janine eronder? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb haar al een tijdje niet gesproken. Mis je ze erg? Nee, het is jouw schuld niet. Ik wil toch niet bij mensen in huis wonen die zo kortzichtig zijn? Ray, die is er nog steeds van overtuigd dat jij er iets mee te maken hebt. Hij begon er vandaag weer over. In plaats van zich zorgen maken om over Janine, is hij alleen maar met jou bezig. Dat pleit niet echt voor hem. Arme Janine, heeft het al zwaar genoeg. Hij zal er toch mee op moeten houden, want ik heb er uiteindelijk niks mee te maken. Nee. Waarom val je mijn dochter lastig over mij? Krijg je banaan? Sjors had het heel erg fijn bij Janine en de kinderen, totdat jij je ermee ging bemoeien. Je houdt geen enkele rekening met haar gevoelens. Je dwingt haar om hier weg te gaan bij de mensen waar ze van houdt. Denk eens aan Nina. Sjors is stapelgek op haar. Ze durft er niet eens op bezoek te gaan. Als jij iets te vragen hebt of je wil iets weten, kom bij mij. Ik heb niks te verbergen. Wauw, ik vond het echt een heel mooi toneelstukje. Maar jij bent hier omdat je bang bent. En jouw bezorgdheid om Sjors is net zo fake als jezelf. Dus wat je met Lido doet, dat maakt me niet uit. Maar met Nina ben je iets te ver gegaan. Dus blijf uit mijn buurt.